Gert Verhulst stopt met Samson en Gert. Gert Verhulst zal niet langer meer te zien zijn naast zijn trouwe hond Samson. Dat maakte de Studio 100 baas Gert zelf bekend via een speciale persconferentie. De 51-jarige Gert Verhulst is tevens het hoofd van het entertainmentbedrijf Studio 100, kroop jaren in de rol van Gert in het televisieprogramma Samson en Gert. Toch komt daar nu dus definitief een einde aan. Zo liet hij dus juist net weten. Of er een opvolger komt voor zijn personage laat Studio 100 nog in het midden. Ze benadrukken wel dat Samson blijft bestaan. Eind 1989 was de allereerste aflevering van Samson en Gert op de Vlaamse televisie. 2 jaar later werd het ook in Nederland uitgezonden. Maar in 2006 kwam er na 15 seizoenen definitief een einde. Toch werd er in 2014 een nieuwe reeks opgenomen. Er werd een andere draai aangegeven. Het werd namelijk een soort kerstafleveringen. En die afleveringen werden genoemd Samson en Gert Winterpret. Dit betekent het definitieve einde van Samson en Gert. Of daarin in een andere vorm verder gaat, ik hou jullie op de hoogte. Dit was even een update video, even een korte video tussendoor. Normaal maak ik nooit op deze dag video's, maar dit is wel iets heel bijzonders wat aan de gang is. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Klik nog even op de knop abonneren, zodat je op de hoogte blijft van bijvoorbeeld dit nieuwtje. Doei!